in Achterhout. Hier staat een hele mooie kermis en die gaan we even fijn reviewen. Wat een verschrikking, die security hier. Dat is echt een verschrikking. Moest de tassen controleren en noem het allemaal op. Die maken nou de kermis naar de kloten voor ons. Ja, goed, tot zover het gezeik. Voor de rest hoop ik dat het gezellig wordt hier in Achterhout. Of is het geen Achterhout? Jawel, toch? Achterhout. Achtermetaal. Waar zitten we nou eigenlijk dan? Oh, het is Voorhout! Oh, ja. Dik, het is Voorhout! Nou, welkom hier in Voorhout, mensen! Mensen weten wat het is, iedereen komt hier voor zijn plezier. En als je dan allemaal tassen controle en zo hebt, er zijn allemaal extra hindernissen om de kermis op te komen. En dus extra hindernissen voor een gezellige avond op de kermis. Het is gewoon een blokkade voor iedereen die op de kermis is. Ik haat security op die manier. Doe gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Goed, dit is Hellraiders van Elsiga als booster. De mooiste booster van Nederland, deze Hellraiders. En wat ook opvalt is dat de gondels onwijs soepel zijn. Kijk eens hoe een Zwieper hierin zit. Hij heeft ook een lekker druk hier in Voorhout. Als publiek, de Snow Party publiek kwam ook tegen in Nederweert. Van Ekkelboom. Viel van Nederweert doe ik hem wat uitgebreider behandelen. Ook zit daar een stukje on-ride in, dus kijk die review als je meer wilt zien van deze verliep. Het is een mooie verliep, ook in de avond met die LED-verlichting en zo. Het is denk ik de enige bakkerverliep van Nederland die in de multicolor LED staat. Dat is ook wel gaaf. Prachtig ding dus, met ook nog eens leuke ritten. Ik hou ervan, normale bakkerverliepjes, want kijk, nu geeft hij best wel gas. We hebben hier de trampolines, daar hebben we een kindermolen 6 golfbaan die ik eigenlijk niet ken, nog nooit gezien. Ziet er mooi uit, echt een mooi ding. En dan hebben we hier de nostalgische Cake Walk van Remer bij de Space Jam. Hij gaat naar boven, van Albers is die mensen. En veel rook ook, alleen ja natuurlijk, ja, het gaat niet zo hoog dat het echt onder de molen blijft hangen. Maar dat geeft helemaal niks mensen. Hij gaat naar boven. Naar ongeveer een metertje of wat zou het wezen? 30, 32. En dan blijft hij daar een beetje hangen zo meteen. En dan gaat hij nog een keer naar de halve stok. Heb ik ook wel eens last van mensen, halve stok. En dan gaat hij nog een keer naar boven en dan is de rit klaar. Wat? Anders stil? Oh, hij gaat nog een keer heel langzaam draaien hoor ik hier net. En als het een beetje mee zit mensen, dan kan je van deze kermis ook nog een afbouwspecial gaan zien. Ah, dat is allemaal spectaculair. Hopsie, popsie, 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 hopsie mensen, lekker hoor. De oudscooter van Karel Ekkelboom, hier in Voorhout, heeft het goed druk, zal ik maar zeggen. Als breakdance, de breakdance van Leek, dit was ooit mijn snelste breakdance die ik ooit gedaan heb. En als je dan deze beelden ziet, dan zou je denken, dat kan niet. Ja, dat is echt zo. Vroeger was deze breakdance in het begin van Stappers. Race toen in België, maar kwam ook wel eens over de Nederlandse grens. Zo stond hij ooit in Terneuzen. En toen ik hierin stapte was dit de snelste breakdance die ik ooit gedaan heb. Want Stappers draaide hier genadeloos hard mee. En hoe komt dat zou je denken? Nou ja, je ziet daar de diamanten weer draaien. Dat is niet gebruikelijk voor een nummer 3 breakdance. En toch is dit een nummer 3 breakdance. Nou ja, het ding is dat dit vroeger een nummer 1 breakdance was. En daarna verbouwd is naar een nummer 3 breakdance. Maar hij heeft nog wel de motoren van een nummer 1 breakdance. Dus hij kan een tikje harder als een nummer 3 breakdance. Nou, daarom draaien wij zo genadeloos hard. Helaas is daar tegenwoordig niks meer van over, van die snelheid. Tenminste weinig meer van over. Wel variabele ritten mensen. Ik heb in Zevenberg nog 2 keer gedaan. Het waren leuke ritjes. Maar van mij mag hij wel het harder draaien. Het gaaf van deze breakdance is dat ik vind dat hij diamant kan draaien. Maar hij heeft ook moving heads in de lichtmassen zitten. Ja, en dat vind ik ook echt vet aan deze breakdance hoor. Als fanhuis, je kan het wel zien, Snow Party. We zitten lekker in de Albers Party baby. En deze is van Cameron en is een van mijn favorieten. Misschien wel zelfs de favoriete funhouse. Dus ik vind het echt een geweldig ding met heel veel variatie erin. Leuk parcours aan de voorkant. Ja, ik hou ervan mensen. En ook nog eens het thema. Ja, vind ik vet. Dus, DJ Patrick moet ik dit dan even natuurlijk wel melden. Bij de Snow Party draaien ze apres-ski muziek. Ja, en dat vind ik dan wel heel mooi. Ja. Ik hou ervan. Klasse mensen. Ja, en dan ben ik toch weer betrapt, hè, want ja, hiervoor ben ik hier in Voorhout gekomen. De Gaals van Nederweert, beste Eftebunner van Nederland, beste schommel van Nederland. Wat zeg ik? Beste Eftebunner ter wereld! Ah, heerlijke mensen. Dat is lekker hè, dat is heerlijk, dat is genieten baby. Dat is absolute klasse. Ook een zaak die ik nog nooit in mijn review gehad heb en hier wel staat. Ik heb hem wel eens gezien hoor, wel meerdere keren. De Magic Star. Als wippie. Als laatste dol Rainforest van Brunselaar. Een van de mooiere glaasdolhoven in Nederland. Ja mensen, dat was de kermis hier in Voorhout. Voorhout, ja ik zeg het elke keer. Ik zit in mijn voorschot, maar ja dat is weer wat anders. En laten we beginnen met een mooie kermis, goede opstelling, goede zaken, leuke afwisseling. Dat zijn de pluspunten. Het was druk, misschien een klein beetje te druk. Voor mij het idee. Niet te druk vanwege corona, maar gewoon het was te druk om echt lekker te kunnen freaken. Ja, security. Echt irritant. Wij hebben een tascontrole gehad. Daar moesten flesjes uit de tas gaan, omdat dat niet het terrein mocht. Drinken. En moesten ze heel de tas bekijken. Stik irritant. Dan staat er op een bord dat je bepaalde dingen niet mee mag nemen op het terrein. Heel logisch allemaal. En daaronder staat dan, daartussen staat dan drugs. Nou, hoeveel pret-sigaretten ik hier ruik en zie, dan weet ik niet wat voor mongolen van security hier zitten. Maar ik weet niet of jullie een klein beetje kunnen selecteren, maar dit slaat weer totaal nergens op. En ik word daar fel van, ja, want ik vind het verschrikkelijk. Want de security slaat niet totaal.